Goed, dames en heren, hierbij de bespreking van jullie huiswerk. En wij maken, even kijken, een x aantal opgaven. En ik bespreek het even zo, omdat het anders veel lestijd kost. Voor sommige klassen is het al besproken in de les. Het gaat over module 3, hoofdstuk 3. En de bespreken opgaven die volgen hier. Dat is namelijk opgave 4 ten eerste. Bekijk handboek bron 2, dat heb je kunnen doen. Wat is het gevolg van het verwerken van milieukosten in de kostprijs voor het collectieve aanbod van Halak? Nou, dat aanbod zal afnemen, want als je de kosten door gaat berekenen, wordt het duurder om te produceren. Dus dan bij elke prijs wordt er minder aangeboden. B, wat is het gevolg van het verwerken van de milieukosten in de kostprijs voor de prijs van Halak? Nou, de verkoopprijs die zal ook stijgen. Als je die kosten doorberekent, stijgt ook de verkoopprijs. C. Leg uit dat de omzet van de bedrijven die Halak produceren daalt door het overheidsingrijpen. Nou, er wordt minder Halak geproduceerd, minder Halak verkocht door de gestegen prijs. D. Wat is het gevolg van het overheidsingrijpen voor het aantal banen bij de bedrijven die Halak produceren? Dat neemt ook af. De overheid kan de belasting op Halak gebruiken om de milieuvervuiling te bestrijden. Leg uit dat deze besteding van de overheid extra banen schept. Er moeten mensen zijn die dat gaan bestrijden. Dus die hebben dan werk. F. Leg uit dat het ingrijpen van de overheid in de markt van Halak een verschuiving van werkgelegenheid in Nederland veroorzaakt, die positief is voor de welvaart. Zal daar het antwoord op zijn? Even kijken. Nou ja, in plaats van vervuilende producten produceren, worden er minder vervuilende producten geproduceerd. Even kijken, wat staat hier nog meer? De Halak-producenten. En consumenten houden door de overheidsingreep beter rekening met de milieubelasting door minder te produceren, minder te consumeren. De besteding van de belasting aan verbetering van het milieu kan de welvaart verder omhoog brengen. Ja, oké. Okay. Dit was opgave 5. Dan gaan wij nu door naar de zesde opgave. En dat is in ieder geval de volgende opgave. En dan wilde ik gaan naar opgave 9. Bekijk bron 3. Dit is bron 3. Waarom verschuift deze aanbodlijn als daar de kosten van 1 euro belasting per pakje sigaretten in verwerkt worden? Ja, mensen, dat zijn kosten voor de producent. En je weet, de producent, dan ga je altijd kijken naar de aanbodlijn. Als het gaat over consumenten, heb je het over de vraaglijn. Als er iets met producenten gebeurt, gebeurt het iets met de aanbodlijn. Ja, altijd. Of andersom, je ziet iets gebeuren met de aanbodlijn, dan is er iets aan de hand met de producenten. Die euro komt erbij, dus het wordt een euro duurder om te produceren. Daarom gaat die aanbodlijn omhoog. Die aanbodlijn die komt hoger te liggen. In plaats van bij 4 euro gaan ze bij 5 euro pas aanbieden. 10. Welk bedrag ontvangt de overheid als gevolg van het instellen van de belasting? Nou, volgens mij werd er 250 pa miljoen pakjes werden er verkocht. Maar met de nieuwe aanbodlijn A2 worden er nog 200 miljoen pakjes verkocht en er is 1 euro belasting. Dus 200 miljoen keer 1 euro is dus 200 miljoen. En dat is antwoord A. 11. Het handboek legt uit waarom vaccinatie tegen tuberculose positieve externe effecten heeft. Bedenk nog andere zaken. Het moet iets zijn waar een ander van mee kan genieten. Dus een parfum. Bijvoorbeeld ja, een ander vaccin. Oké. Okay. Wat staat er nog meer? Onderwijs. Als ik iets leer, dan kan ik het ook aan iemand anders overbrengen. Het onderhouden van tuinen, genieten voorbijgangers van, aanleggen van dijken, etc. 12. Bekijk handboek bron 4. Ja, mensen, de overheid subsidieert vaccinaties omdat vaccinaties grote positieve externe effecten hebben. Wie ontvangen de subsidie van de overheid in deze bron? Dat is het handboek, die heb ik niet gescand. Maar je ziet daar de vraaglijn verschuiven. Mensen, de vraaglijn gaat over de consumenten. Dus er is iets gebeurd ten faveure van de consumenten. Als de aanbodlijn had verschoven, dan had de overheid waarschijnlijk de aanbieders, de producenten, subsidie gegeven, maar de vraaglijn verschuift, dus de consumenten. 13. Wat is het gevolg van subsidie voor de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid op de markt van vaccinaties? Dus als je subsidie geeft, wat gebeurt er dan met de verkoopprijs?
Volgens mij is het dan zo dat de verkoopprijs daalt. He, want als iemand subsidie krijgt, dan van de 5 euro moet hij nog maar 4 betalen. Dus die verkoopprijs daalt of die kan dalen. En de gevraagde hoeveelheid stijgt daardoor. Dus antwoord 13b. Vijftien. Kijk bron 4. Dat is deze bron. Oké. Bron 4. Je ziet hier een evenwicht. Prima. 150Q, 30P. En dan staat er: als de overheid een minimumprijs van 40 instelt, ontstaat er. Wat ontstaat er dan? Een minimumprijs van 40. Volgens mij is het evenwicht op deze markt 30. Dus als de overheid zegt: hey, het moet minimaal 40 zijn, dan moet het 40 of hoger zijn. En dan is het evenwicht wat hier is ontstaan niet oké. Dat moet veranderen. De overheid zegt: oké, minimumprijs van 40. Dat betekent bij 40 is er vraag 100 en aanbod 200. Er is dus meer aanbod dan vraag. Aanbodoverschot van 100 stuks. Nogmaals, de prijs moet 40 zijn. 200 vraag, 100 aanbod. Is er dus een overschot, een aanbodoverschot van 100? En dat is dus C, 15C. Bekijk nogmaals die bron. Opgave 16. Als de overheid een minimumprijs instelt van 20, wat ontstaat er dan? Ja, mensen, op deze markt is er een evenwicht van 30 euro. En dan komt de overheid, die zegt: hey, hoe hoog is jullie prijs? En dan zeggen wij: ja, 30 euro. Zegt de overheid: oh, nou, wij komen met een regel, het moet namelijk minimaal 20 zijn. Dan zeggen wij: ja, oké, is toch prima dan? Hij is al 30. Dus die overheid komt met een nutteloze maatregel. Dat zijn we soms in deze tijd een beetje gewend. Maar de overheid komt met een nutteloze maatregel, die door te zeggen: de prijs moet minimaal 20 zijn, terwijl die al 30 is. Dus er verandert niks. Het evenwicht blijft dus gewoon wat het nu is. Dus antwoord A, evenwicht tussen vraag en aanbod. Verandert niks. 17. We kijken nog een keer. Als de overheid een maximumprijs instelt van 40, oké, deze markt, de prijs is hier 30. Komt de overheid en die zegt: hé jongens, hoe hoog is de prijs? Ja, 30. Oké, wij komen met een regel. Het mag op zijn hoogst, maximaal mag het 40 zijn. Dan zeggen wij: ja, dan is het toch prima zo? Dan zegt de overheid: ja, inderdaad, je hebt gelijk. Want 30 is inderdaad maximaal 40, is onder de 40. Dus dan blijft het zo. En dan is het weer antwoord A. Evenwicht tussen vraag en aanbod. Gebruik bron 4, opgave 18. Als de overheid een maximumprijs van 20 instelt, als de overheid zegt: hé jongens, wat is de prijs? Nou, wij zeggen weer: ja, 30. Dan zegt de overheid: het mag maximaal 20 zijn. Dan moet er iets veranderen. Als het maximaal 20 mag zijn, dan is het geen evenwicht meer. Nee, dan is het zo dat er 100 aanbod is. He, 100, goed aflezen, die lijn, even de lijn volgen zo. 100 aanbod en 200 vraag. Er is dus een vraagoverschot van 100. Dus 18 is D. 19. Kijk bron 5. Wat stelt het gasserende oppervlak voor? Even kijken. Het gasserende oppervlak is 100 stuks en 200 hoog. He, dus de prijs van 200. Volgens mij, mensen, is dit P, de prijs, he, dat staat hier ook bij de as, P keer Q. Die Q zie je hier staan. P keer Q. Omzet is voor mij P keer Q. Dus voor mij is dit de omzet bij een prijs van 200. Alleen, even kijken, het evenwicht op deze markt is 150. Dus in principe, als de overheid niks zou doen, zouden er 150 producten verkocht worden voor 150 euro. En dan had je dit vierkant gehad. Maar blijkbaar heeft de overheid hier dus ingegrepen. De overheid heeft hier dus gezegd van: dit gaan we niet doen. Dus heeft de overheid gezegd: die prijs moet 200 zijn. Dus waarschijnlijk heeft de overheid gezegd: het moet minimaal 200 zijn. Omdat je anders dit vierkant had grijs gekleurd bij het evenwicht. Nee, want hier is het evenwicht. Maar de overheid heeft gezegd dat het deze prijs moet zijn. En dan ontstaat er dus dit. De omzet bij een minimumprijs van 200. Even kijken. Dus A, 19a. Oké.
Ja, hey, en dan bron 6. Wat is dit geasseerde verhaal? Volgens mij is het zo dat dit hier is het verschil tussen vraag en aanbod, dit lijntje, bij 200. Bij een prijs van 200 heb je namelijk 100 vraag en 200 aanbod. Dus dat is 100 stuk zit daar verschil in. En hoeveel euro is dat? Nou, 200 keer die 100 stuks. Want er is aanbod 200 euro keer 200 stuks. En er is maar een vraag van 100 euro keer 200 stuks. Dus dit gedeelte is het aanbodoverschot. Want je weet 100 stuks van 200 euro. Dit is het aanbodoverschot. Hier zag je wat de omzet is bij de minimumprijs van 200. En dan dit blok is hoeveel aanbodoverschot er is. Omdat aanbod veel groter is dan de vraag. Dus dat is antwoord D. 21, minimumprijs voordeel voor de consument en nadeel voor de, sorry, minimumprijs is een voordeel voor de producent. Die krijgt dan een minimale prijs binnen. Voor de consument is het een beetje nadelig, omdat die prijs dan heel hoog is. Maximumprijs is de voordeel voor de consument dat de prijs niet te hoog kan worden. En het nadeel voor de producent dat hij het niet zo duur kan verkopen. Ja, dus consument, producent, vraag en aanbod hebben tegengestelde belangen. Was er hiervan nog iets belangrijk wat ik jullie moet vertellen? Even kijken. Ja. Over het natuurlijk monopolie stond er nog iets in. Zo. De vraag 23. In welke sector is de kans op een natuurlijk monopolie groot? Ja, volgens mij gaat het erom markten met hoge vaste kosten. Oh ja. Ja, mensen, markten met hoge vaste kosten. Ja. Als je een product maakt waarbij je hoge vaste kosten hebt, dan is de toetredingsdrempel heel groot. Dan kan het zijn dat als er één bedrijf is, wat vroeger al ergens mee is begonnen met de productie ergens van. Dat het niet echt aantrekkelijk is voor andere bedrijven om daar ook bij te gaan. Omdat je heel veel vaste kosten hebt. Ja, dus bedrijven met hoge vaste kosten, daarvan zijn er van nature vaak maar heel weinig. Omdat het niet zo, ja, het is best een groot risico om daarin te investeren. B. Welke voorbeelden van producten noemt het handboek? Drinkwater. Kabel voor tv en radio. Ja, je hebt niet allemaal verschillende radioaanbieders. Dat zou het een beetje een zootje worden. Bij drinkwater hetzelfde verhaal. C. Geef zelf twee andere voorbeelden van producten met een kans dat ze op een natuurlijke monopolie verhandeld worden. Aardgas, vaste telefonie. Het gaat vaak om zaken waarvoor je hele grote infrastructuur of netwerken aan moet leggen. Vandaar ook die hoge vaste kosten. Ja, dus natuurlijke monopolies. Monopolieën die zijn er op de markten met hoge vaste kosten. Drinkwater, tv, radio, aardgas, telefonie. 25. Een voorbeeld van een collectief goed is. Nou, een auto niet, D, want die moet je kopen. Je kunt uitgesloten worden van consumptie als je niet betaalt. En het is ook rivaliserend, want als iemand een auto koopt, kan ik diezelfde auto niet ook kopen. Een potlood, ook niet. Kun je van uitgesloten worden als je niet betaalt. En ook is het wel rivaliserend, want een potlood gaat op een gegeven moment op. Dan kan ik hem niet meer gebruiken als iemand anders hem gebruikt. A, onderwijs moet je soms ook voor betalen. Ja, het onderwijs moet je soms ook voor betalen. Dus namelijk als, ja, zeker universiteit en dat soort zaken, daar moet gewoon voor betaald worden. B, straatverlichting. En straatverlichting, dat is een goed voorbeeld van een collectief goed. Daar kun je niet voor uitgesloten worden als je niet betaalt. Ten eerste en ten tweede is het ook niet rivaliserend, want iedereen kan het gebruiken zonder dat de ander het niet meer kan gebruiken. Oké, dit was de bespreking van jullie huiswerk. Het fijne hieraan is denk ik dat je het stil kan zetten en nog een keer kan bekijken. Ik wens jullie heel veel succes. Dit was het huiswerk van module 3, hoofdstuk 3.